In het televisieprogramma B&B Vol Liefde zet Jan, een pretletter in hart en nieren, alles op alles om het hart van Marian te veroveren. Echter, tot nu toe lijkt Marian hem vooral te zien als een goede vriend. Jan heeft echter al de nodige ervaring met het zoeken van liefde op televisie, zoals te zien was in zijn deelname aan het programma First Dates op 14 januari 2022. Daar ging hij op date met de 70-jarige Rumiana, terwijl hij volledig in pak verscheen. Hij was zich bewust van het feit dat niet elke vrouw staat te trappelen om een advocaat te daten, gezien zijn beroep. Hij wist dit uit ervaring, omdat zijn ex-metgezel moeilijkheden had met zijn advocatencarrière, maar ze bleek 15 jaar na de scheiding spijt te hebben van haar keuze. Desondanks was Jan klaar voor iets nieuws en besloot hij zijn geluk te beproeven in First Dates. De voormalige advocaat leek een leuke klik te hebben met Rumiana, waardoor ze besloten elkaar weer te ontmoeten en zelfs dat zij de volgende keer de rekening zou betalen. Helaas kregen de twee geen vervolgafspraak, ondanks hun enthousiasme en wederzijdse klik. De aftiteling onthulde dat Rumiana en Jan behoorlijk aan elkaar gewaagd waren en een fijne middag hadden gehad, maar er kwam geen vervolg. Nu staat Jan opnieuw voor de uitdaging om de liefde te vinden, dit keer bij Marian. Zal het hem lukken? Zijn gevoelens zijn in ieder geval oprecht en puur.